En wat ik jullie even wil laten zien is de vraag van wie loopt er nou eigenlijk voorop in kunstmatige intelligentie? Is dat China of de VS? Dat heel genuanceerd ligt. Als je kunstmatige intelligentie in China interessant vindt, dan moet je zeker een keer gaan kijken op de website Marco Polo. Dus niet Marco Polo, maar Marco Polo, zoals je linksonder ziet staan. Die hebben er heel erg veel content over. Onder andere hebben ze een stuk staan waarbij ze eigenlijk uitleggen wie er nou eigenlijk voorloopt in artificial intelligence. En wat zij zeggen is van, stel je voor dat artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, is een raket. En die raket die heeft brandstof nodig om de lucht in te kunnen. Maar je hebt ook rocket scientists, je hebt wetenschappers nodig, je hebt engineers nodig die zo'n raket bouwen. Dus AI heeft data nodig, heeft engineers nodig en heeft een bedrijf nodig. En dat is eigenlijk dat blokje wat je eromheen ziet staan, die dat allemaal bij elkaar brengt. Wat je aan de rechterkant vervolgens ziet, is dat je ook een overheid nodig hebt. Nou, je ziet het logo van de Communistische Partij op de plaats waar Beijing ongeveer ligt. En de Communistische Partij die stuurt dus ook verschillende bedrijven in de publieke, maar ook zeker in de private sector aan, om die kunstmatige intelligentie te ontwikkelen en daar bedrijven voor op te zetten. Dus dit zijn eigenlijk de vier grote building blocks voor AI. Data, talent, dus de engineers, bedrijven en een overheidsondersteuning. Nou, als je gaat kijken naar die verschillende blokken en je kijkt eerst naar data en je gaat kijken wie doet het daar nou het beste in, is dat de VS of is dat China, dan ligt dat soms iets gecompliceerder. Op het gebied van data bijvoorbeeld, als je kijkt naar de hoeveelheid data, dan heeft China natuurlijk heel erg veel data over die 1,4 miljard Chinezen die ze hebben. Maar ga je bijvoorbeeld kijken naar Facebook, dan heeft Facebook natuurlijk niet alleen data van de Amerikanen, maar van over de hele wereld, van Europeanen, andere Aziaten buiten China en dergelijke. Dus zij hebben ook heel erg veel data, alleen de data is iets anders. Als je gaat kijken naar de diepte van de data, hoeveel verschillende stukjes data heeft men nou over één gebruiker, dan loopt China daar duidelijk in vooruit, omdat zij via die smartphones veel bedrijven heel erg veel, zoals Alibaba en Tencent, heel erg veel verschillende data van één consument verzamelen. De kwaliteit van de data die schijnt echter beter te zijn in de Verenigde Staten. Terwijl de diversiteit van de data ook beter is in de Verenigde Staten. En dat heeft er onder andere mee te maken weer dat in China heeft men met name heel erg veel data van de, nou, volgens mij is het 92% van de bevolking is Han-Chinees. De rest zijn minderheden. Terwijl Facebook die heeft data over heel veel verschillende landen, heel veel verschillende etnische achtergronden en dergelijke. En tenslotte heb je toegang. En toegang, zeker op het gebied van data die de overheid kan gebruiken, is in China weer veel verder gevorderd. Omdat de Chinese overheid die verzamelt heel erg veel data over haar burgers, maakt ook gebruik van gezichtsherkenning en dergelijke. Dus daar is China weer verder in. Dus dat is, eigenlijk gaat dat een beetje gelijk op. Als je gaat kijken naar de engineers, naar het talent, dan zijn er twee vraagstukken die daar eigenlijk belangrijk zijn. Allereerst, waar komen de beste, de top-tier AI researchers nou eigenlijk vandaan? En dan zul je zien dat het grootste gedeelte van de AI researchers die komt uit China. Dan zou je denken, oh, China die loopt dus sterk voorop wat betreft AI-talent. Maar als je gaat kijken waar diezelfde top-tier researchers dan eigenlijk werken, dan blijkt zo'n bijna 60% daarvan blijkt werkzaam te zijn in de Verenigde Staten. Dus schijnbaar zijn er heel erg veel Chinezen van achtergrond die dus niet in China gaan werken. Want dat is maar 11% zoals je aan de rechterkant ziet. En dat komt, zoals je in dit plaatje kunt zien, doordat in China er heel erg veel mensen worden opgeleid die uiteindelijk iets gaan doen in kunstmatige intelligentie. Maar wat je ziet is dat omdat de opleidingen in de Verenigde Staten beter zijn, dat er een heel groot gedeelte, meer dan de helft daarvan, doorstroomt naar een universiteit in de Verenigde Staten. Nou, dat is de middelste lijn. En als je dan gaat kijken, waar gaan zij dan vervolgens werken nadat ze zijn afgestudeerd, dan blijven dus heel erg veel van die Chinezen blijven in de Verenigde Staten en gaan niet terug naar China. Daarom zie je uiteindelijk aan de rechterkant een relatief klein blokje China overblijven ten opzichte van Verenigde Staten en Europa. Dat heeft er onder andere mee te maken dat veel Chinese studenten het ook prettig vinden om in bijvoorbeeld Verenigde Staten te werken. Omdat de opdrachten die zij krijgen en de researchprojecten vaak een stuk interessanter zijn. Dat zij ook meer vrijheid krijgen. En veel Chinese AI-researchers die teruggaan naar China, die raken vaak gefrustreerd door de beperkingen waar ze tegenaan lopen in China.
Tegelijkertijd probeert China die mensen toch terug te krijgen door ze eigenlijk studiebeurzen te geven als ze gaan studeren in de Verenigde Staten met de vereiste je moet wel terugkomen naar China. Of om zowel Chinezen, maar ook AI-researchers uit andere landen hele interessante packages te bieden, hele interessante vergoedingen te bieden als zij in China willen komen werken. Dus dat is een stuk talent. Dan heb je bedrijven. En dat is iets waar China daadwerkelijk vooruit loopt. Dan heb je verschillende soorten bedrijven. Ik ga niet de hele plaat aan de rechterkant doorlopen. Bekijk die eens een keer op je gemak. Maar dat zijn dus allemaal verschillende bedrijven in de AI-sector. We hebben gezien dat media en content, daar maakt ByteDance gebruik van. Fintech, Business Intelligence, dat zijn onder andere Ant Group. Dat is het fintech bedrijf wat gelieerd is aan Alibaba. Maar ook Alibaba maakt daar heel erg veel gebruik van. Je hebt Autonomous Driving, dus zelfrijdende auto's. Dat is Baidu, Pony AI, Didi Chuxing, WeRide, AutoX en Xpeng die daarmee bezig zijn. Voice Recognition, daar is iFlyTech is daar heel erg sterk in. Maar je ziet dan vervolgens dat die technologie die iFlyTech ontwikkelt weer gebruikt wordt bijvoorbeeld in smart speakers van Baidu, Alibaba en Xiaomi. Net zoals wij dat zien bijvoorbeeld in speakers van Amazon en van Google. Facial recognition, dat zijn bedrijven als Yitu, Magvi en SenseTime. En dat wordt bijvoorbeeld onder andere gebruikt in mobile payment. Je kunt met je gezicht betalen in China. En maar ook door de overheid in toezicht door verschillende camera's. Dus met name het gebruik van al die technologie, daar is China al een stuk verder in. Dan tenslotte het overheidsplan. Nou, als je China een beetje gevolgd hebt de laatste jaren, dan weet je dat de overheid heel erg sterk investeert in zaken als artificial intelligence. Ook heeft gezegd dat ze daar binnen een 10 tot 15 jaar marktleider in willen zijn. En het past ook binnen een plaatje wat binnen China nieuwe infrastructuur wordt genoemd. Nou, je moet eigenlijk zo zien, en dit artikel kun je lezen bij ons op de website, dat gaat nog veel dieper. Maar na de financiële crisis in 2008 heeft China eigenlijk zijn eigen economie draaiende gehouden, want de exporten gingen natuurlijk omlaag, maar heeft zijn eigen economie draaiende gehouden door te investeren in oude infrastructuur. In luchthavens, treinstations, wegen, hoge snelheidstreinen. Wat ze nu doen tijdens de coronacrisis is eenzelfde soort tactiek, maar ze investeren in 5G. Ze investeren in elektrische auto's en oplaadstations. Ze investeren in kunstmatige intelligentie. Dus wat zij eigenlijk zeggen is, wij gaan investeren in zaken die wij nodig hebben om straks een wereldleider te kunnen worden op technologie. Dus dat betekent niet dat al die infrastructuur al gebruikt wordt, maar we gaan nu wel de eigen economie stimuleren met het klaarmaken voor de toekomst. Zet je al die componenten dan bij elkaar, dan zie je dus inderdaad dat data, daar lopen China en de VS ongeveer gelijk op. Op bedrijven is China wat verder. Op ondersteuning door de overheid is China ook verder. Het is ook zo dat als de overheid in China aangeeft van dit vinden wij belangrijk, en dat doen zij normaal gesproken in zogenaamde 5-year plans, de nieuwe die zit er aan te komen in maart, dan volgen bedrijven dat ook op. Zij zien dat als een soort van opdracht van als de overheid dit belangrijk vindt, dan ga ik me daarin specialiseren, dan ga ik daar projecten in ontwikkelen, want dan krijg ik ook weer overheidssteun. En talent, daar loopt de Verenigde Staten op dit moment dus nog voorop. Onder andere door veel Chinese studenten die in de VS blijven. Als je meer wil weten over artificial intelligence in China, dan is het boek van Kai-Fu Lee, voormalig medewerker van Google ook, is heel erg interessant. En een van de zaken die hij heel erg sterk in zijn boek zegt, is hij denkt dat China uiteindelijk de strijd gaat winnen, omdat China uiteindelijk veel meer data verzamelt. En het is zijn interpretatie dat je beter middelmatige AI-engineers kunt hebben en heel veel data, dan heel weinig data en hele goede AI-talenten. Nou, of hij gelijk heeft, dat zullen we gaan zien. Maar het is zeker een heel interessant boek.